Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 20 oktober. Er trekken buien over het land, er zijn wolkenvelden, maar ook opklaringen. En dat is eigenlijk het beeld voor deze dag. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 14 en 15 graden. En vanmiddag komt daar niet al te veel bij. Wat de wind betreft, die waait uit het zuiden en is meest matig, krachtig aan zee. Maar vanmiddag trekt die nog wat aan en wordt zelfs hard. Dat is windkracht 7. Overmiddag dus die temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. Met wolkenvelden, opklaringen en lokaal ook wat neerslag. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk aan droog. Morgen gaat het opnieuw regenen vanuit het westen. Een neerslaggebied trekt in de loop van de ochtend het land binnen. En verlaat dan in de middag weer het land in het oosten. Smiddags dus wordt het dan zo'n 15 tot 17 graden. Dan kan er lokaal nog wel een stevige bui vallen, met name in het westen. Ook gaat het stevig waaien. Er kan een stormachtige wind komen te staan aan zee. Zondag, een koude dag met graad of 12. En een wind die nog steeds stevig is uit het zuidwesten. En ook de dagen na blijft het erg wisselvallig weer. Maar de wind neemt wel wat af en de temperatuur krabbelt weer iets op. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.